ben inderdaad vurig pleitbezorger van een kansrijke start. De eerste 1000 dagen zijn het fundament van het leven. Maar er zijn 2 mensen nodig om een nieuw leven te maken. Een vader en een moeder. En veel te lang hebben we gedacht dat de vader een rol speelt bij de bevruchting, maar dan een hele tijd niet, zoals Mohammed net vertelde. En ik ben ervan overtuigd dat we de helft van de kansen missen als we vaders niet een plek geven in het geven van een goede start aan hun kind. Juist omdat vaders zo weinig de kans hebben gekregen de afgelopen tijd, zowel in wetenschappelijk onderzoek als in de maatschappij, als in de medische wereld, denk ik dat vaders een valse start hebben gemaakt in het leven. En dat als je met een achterstand begint in vaardigheden, in een voorbeeldfunctie, dat het ontzettend lastig is om die achterstand weer in te halen. Terwijl alle vaders een goede vader voor hun kind willen zijn. En ik denk dat we dat moeten gebruiken om nog beter te bouwen aan een stevig fundament voor toekomstige generaties. Ik ben zelf bioloog, dus ik wil in ieder geval iets vertellen vanuit de biologie waarom het zo ontzettend belangrijk is dat vaders vanaf het allerprilste begin, zelfs al voor de bevruchting, een rol spelen in het vaderschap. Maar ik zal daarnaast ook proberen te laten zien dat het ook vanuit sociale gerechtigheid, vanuit maatschappelijk, vanuit emotioneel perspectief ontzettend belangrijk is dat vaders de ruimte krijgen om de vader te zijn die ze willen zijn voor hun kind. Want uiteindelijk hebben kinderen, vaders, moeders en de hele maatschappij daar baat bij. Nou, ik zei al, elk mens is begonnen als 1 enkele bevruchte eicel. En voor die bevruchte eicel is een zaadcel en een eicel nodig. Die groeit de eerste 9 maanden in de buik van de moeder. Maar de vader geeft niet alleen die zaadcel met die zaadcel zijn DNA, zijn erfelijk materiaal mee. Maar ook zijn ervaringen voor die tijd. Wat een vader eet, drinkt, of die rookt, drugs gebruikt, of die blootgesteld is aan fijnstof, dat blijft hangen aan het DNA in die zaadcel en beïnvloedt dus de manier waarop de baby in de buik groeit en hoe gezond het later zal worden. Vaders kunnen dus al hun kind een goede start geven door voor de zwangerschap gezond te eten, te bewegen, geen drugs en alcohol te gebruiken. Maar in de zwangerschap kunnen ze ook heel erg veel doen. Baby's ontwikkelen zich ontzettend snel in de buik en daarin leren ze ook heel erg veel. Alle organen worden aangelegd, alle organen waar je de rest van je leven mee moet doen, die worden in die eerste 9 maanden in de buik aangelegd. Maar die gaan ze ook al gebruiken. De hersenen, hun smaakpapillen, alles gebruiken ze al. En daarmee, met die hersenen, horen ze niet alleen de hartslag van hun moeder en de stem van hun moeder, ze horen ook de stem van hun vader. Je kunt je voorstellen dat als je als kind geboren wordt in een hele andere omgeving, dat het herkennen van iets wat je al eerder hebt gehoord, dat een enorm gevoel van veiligheid geeft. En ik denk dat dit voorbeeld prachtig laat zien dat als de vader zegt, ik hou van je, ook al begrijpt het die woorden niet, je ziet dat de boodschap van dat bericht ontzettend overkwam. Dit is ontzettend belangrijk en kinderen verdienen het om zowel met hun moeder als met hun vader een hechte band op te bouwen. En dat begint vanaf het allerprilste begin. Dat kun je maar 1 keer doen en dat moet vanaf het allereerste begin. In de introductie werd het al gezegd, het is fantastisch dat het vaderschapsverlof inmiddels al wat is uitgebreid, zodat vaders in ieder geval 5 dagen na de geboorte vrij hebben om een band op te bouwen met hun kindje, om te leren hoe ze voor het kind kunnen zorgen, het kind te leren kennen en hun rol als vader op zich te nemen. Maar het is eigenlijk nog steeds heel erg scheef. En ik denk dat we ontzettend veel winst kunnen halen door vaders te vertellen over hoe belangrijk ze zijn. Door vaders te betrekken tijdens de zwangerschap in de kraamweek te laten zien hoe belangrijk zij zijn. Dat ze vanaf dat begin al die rol op zich kunnen pakken. We weten uit onderzoek dat vaders dat heel erg graag willen doen. Dat ze zich veel meer willen bezighouden met de opvoeding en verzorging van hun kind. Maar dat vaders zich onzeker voelen. We hebben onderzoek gedaan naar vaders in de eerste 1000 dagen. En dan zien we dat zowel moeders als vaders die voelen zich onzeker. Moeders voelen zich beoordeeld door de maatschappij.
Vaders voelen zich met name beoordeeld door hun partner en door professionals. Daar zit denk ik heel veel winst te halen. Geef vaders de ruimte. Zorg dat er een stoel is. Zorg dat ze een plek hebben. Spreek ze aan op hun vaderschap. Geef ze ook eens een compliment. En steun ze in wat ze doen. We zien namelijk dat kinderen met betrokken vaders zich beter ontwikkelen. Dat ze minder gedragsproblemen hebben. Dat ze het beter doen op school. Er zijn zelfs aanwijzingen dat kinderen van meer betrokken vaders meer meedoen op de arbeidsmarkt. Een hoger inkomen hebben. Maar we zien ook dat vaders die meer betrokken zijn, beter in hun vel zitten. Dat die beter de taken samen met de partner kunnen verdelen. Dat vaders zich happier voelen, dat moeders zich happier voelen. En uiteindelijk hebben dus moeder, vader en kind baat bij betrokken vaderschap. Dat is niet alleen iets waar we allemaal winst bij hebben. Dat is zelfs iets wat vastgelegd is in het kinderrechtenverdrag. Elk kind heeft het recht op contact met zowel zijn vader als de moeder. Dat is een fundamenteel mensenrecht. En dat mogen we kinderen niet ontnemen. Helaas gaan heel veel relaties kapot. En daar trekken vaders ontzettend vaak aan het kortste eind. Ik denk dat dat voor de vaders en vooral ook voor de kinderen echt een enorm verlies is. Laten we vaders de kans geven om betrokken te zijn bij de groei en ontwikkeling van hun kind. Dat is voor de kinderen goed, voor hun gezondheid, voor hun ontwikkeling, voor hun gedrag, voor hun kansen in de maatschappij. Het draagt bij aan een eerlijke rolverdeling, aan betere mentale en fysieke gezondheid van de vaders. En het helpt moeders om hun rol als moeder en als burger in de maatschappij, als werknemer, vorm te geven. En het mooie is, iedereen kan daar wat aan doen. Ik denk dat wat je rol ook is, professioneel gezien, iedereen kan iets doen om vaders te ondersteunen, om de beste vader te zijn die ze kunnen zijn. En ik denk dat wat net in de introductie eigenlijk al zo mooi naar voren kwam, iedereen is ervaringsdeskundige. Iedereen heeft een vader gehad, hoe die ook betrokken was bij jouw eigen groei, ontwikkeling en opvoeding. En ik denk dat we die combinatie van het persoonlijke verhaal en je professionele rol die je op je kan pakken, dat we die moeten gebruiken om iets te veranderen. Dus ik zou jullie willen uitdagen, nu alvast, om tijdens deze webinar na te denken, wat ga ik morgen anders doen om kinderen, vaders te ondersteunen, een betere vader te zijn, zoals ze dat graag willen zijn. En dat kun je niet alleen morgen doen, maar wat ga je vanaf dan structureel veranderen? En, als het werkt, met wie ga je dat delen om ervoor te zorgen dat die boodschap zich gaat verspreiden, zodat we kunnen zorgen dat betrokken vaderschap zich gaat verspreiden en we zoveel mogelijk kinderen de kans geven om ook gestimuleerd, geliefd, verzorgd te worden door hun vader.